Wat heeft 200 jaar politiek ons gebracht? En heeft de ChristenUnie de oplossing voor de opvang van vluchtelingen? Goedenavond en welkom bij Uitgelicht. Nederland viert vandaag het 200-jarig bestaan der Staten-Generaal. Bij mij in de studio is aangeschoven Joël Voor de Wint, Kamerlid voor de ChristenUnie. Meneer Voor de Wint, gefeliciteerd zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Zo lang zit ik er natuurlijk nog niet, maar het is zeker een feestje waard. Het was ook een mooi feest vandaag. 200 jaar parlementaire democratie. De eerste vergadering, de algemene vergadering van de Staten-Generaal in 1815... Toen hadden we natuurlijk nog België en Luxemburg erbij. Nu zijn we die kwijt. Is er in die tijd heel veel veranderd in politiek Den Haag, om het zo te zeggen? Nou, de grootste omslag eigenlijk, als we het vergelijken met de huidige democratie, is wel in 1848 gekomen met de grondwetswijziging van Thorbecke. Toen was de koning niet meer verantwoordelijk, waren de ministers verantwoordelijk. De koning was onschendbaar geworden. Ten nadele van de koning, want dat wilde hij eigenlijk niet. Maar toen is wel echt de democratie van gang gekomen, van start gegaan. En dat lijkt sinds 1848 het meest op de situatie nu. Waarbij we natuurlijk in 1917 de directe verkiezingen hebben gehad. En wij als volksvertegenwoordigers direct worden gekozen. Ja, nu is de reputatie van politici in Den Haag, ik denk onder het algemeen, onder de bevolking, niet zo heel positief. Ze zeggen de burgers staan redelijk ver van de politiek vandaan. Is dat ook een verschil met 200 jaar geleden? Nou, het is een heel groot verschil met 200 jaar geleden. Toen waren het de notabelen die het land vertegenwoordigden. Belangrijke mannen waren het. Belangrijke mannen van adel, rijke grootgrondbezitters. Je moest een bepaald inkomen hebben, een bepaalde grondgebied, et cetera, gezag hebben. Dat is op dit moment natuurlijk niet meer zo. Je wordt gekozen namens een politieke partij. Die kloof is eigenlijk, als ik het vandaag de dag meemaak, helemaal weg. Vooral met de social media, Facebook, Twitter. U heeft direct contact met de bevolking? Ja, als ik in een debat zit en men volgt dat, dan krijg je meteen reacties op Twitter. Je krijgt meestal vrij snel reacties op e-mail of als je in een televisieuitzending zit. Men gebruikt het ook als een soort klaagmuur, wat we in Israël kennen. Er wordt gal gespuit. Men verwacht eigenlijk niet een reactie terug. En als ik dan toch een reactie terugstuur en zeg van, dit en dit vind ik van uw reactie. Dan zijn ze vaak verbaasd dat je nog reageert. Maar die kloof, daar merk ik niet zo heel veel meer van. Die is minder in ieder geval. Ja. In ieder geval tijdens de algemene beschouwing afgelopen september noemde Geert Wilders dit parlement een nep-parlement. Ik denk dat dat woorden zijn die 200 jaar geleden niet gebezigd werden. Nee, en dat zegt ook veel meer over de persoon Wilders. Hij probeert afstand te nemen, maar hij zit natuurlijk zelf ook heel lang al in diezelfde kamer, in hetzelfde parlement. Eerst onder de VVD en nu dan met zijn eigen partij. En hij probeert zich steeds wel te verwijderen van Den Haag, maar hij maakt gewoon onderdeel uit. Hij zegt dat hij het volk vertegenwoordigt. Nou ja, de man heeft inmiddels 13 zetels en virtueel kunnen het natuurlijk verschillen. Maar we maken met elkaar het parlement. En het is heel slecht voor de democratie om dat een nep-parlement te noemen. Je ondermijnt het politieke gezag. Ik kan me wel voorstellen dat hij dit zo noemt, omdat hij een bepaald gevoel, wat misschien onder de bevolking leeft, wil verwoorden. Namelijk dat de bevolking voelt dat het parlement hun niet vertegenwoordigt. Ook omdat de peilingen nu zeggen dat de PVV er veel beter voor staat dan alle andere partijen. Ja. Wat vindt u daarvan, dat hij dat gevoel probeert te verwoorden? Ja, we proberen natuurlijk allemaal je eigen achterban, het gevoel, de zorgen die er zijn in het land als het gaat om de opvang van vluchtelingen te verwoorden. Maar dat doe je ook vanuit een bepaalde motivatie. Wij vanuit Gods woord, andere politieke partijen vanuit de sociaaldemocratie of de liberale staatsvisie. Daar moet je wel grondvesten voor hebben. Want als je elke dag laat leiden door wat er in de Telegraaf staat, ja, dan zouden we de ene dag voor de doodstraf zijn en de volgende dag weer niet. Dan schiet je alle kanten op. Dan schiet je alle kanten op. Je moet wel grondvesten hebben en bepaalde eikpunten waaruit je politiek bedrijft. En dat moet absoluut niet vanuit de politieke peilingen van vandaag de dag. Ja. Nu heeft de ChristenUnie gisteren een plan gepresenteerd, een 8-puntenplan omtrent de vluchtelingenopvang in Nederland en daarbuiten, lijkt mij.
Nu viel me op toen ik dat vluchten of dat achtpuntenplan doorlas, dat er consequent wordt, de term wordt gebruikt vluchteling, terwijl er eigenlijk een onderscheid zou gemaakt moeten worden tussen asielzoekers en erkende vluchtelingen. Hoe komt dat? Ja, omdat het nu echt wel gaat om een vluchtelingenstroom. Dus ik ben net terug uit Macedonië, Servië, Griekenland, heb daar op de grens gestaan. Er komen gemiddeld zo'n 6.000-7.000 mensen Europa binnen. Maar er wordt ook verwacht dat het niet alleen vluchtelingen zijn die echt vluchten voor oorlog, maar ook economische vluchtelingen. Nou ja, dat ben ik nagegaan bij de Verenigde Naties, de vluchtelingenorganisatie van de VN. Hoe die cijfers nu precies liggen. Nou, blijkt dat 70% daadwerkelijk uit Syrië komt. En daarnaast heb je de groepen 15% Afghanen, die nu recentelijk weer zijn gevlucht uit Afghanistan vanwege de opmars van de Taliban. Daar zitten Irakezen bij. Nou, we weten dat in Irak nog een oorlog woedt. Er zitten Somaliërs bij, er is ook nog een oorlog. Er zitten inderdaad een aantal mensen bij die niet uit oorlogsgebieden komen. Denk maar aan Bangladesh of zelfs uit de Balkan. Maar in principe moet nog beoordeeld worden of die mensen inderdaad recht hebben op die vluchtelingenstatus of niet. Ja, dat klopt. Ja. En een van onze voorstellen zal dan ook zijn om aan die buitengrenzen, Griekenland, Italië, Hongarije, om daar een eerste selectie toe te passen om te zien wie er nou arbeidsmigrant is. Dus uit economische motieven naar Europa wil komen. Of wie er echt uit de oorlogslanden komt. En ja, dat zou kunnen helpen om die mensen alvast duidelijkheid te geven. Ja, u mag door. Dan kunnen we ook die herverdeling in Europa meteen toepassen. Zoveel procent gaat daar naartoe, zoveel procent gaat daar naartoe. Ja. Dan voorkom je die onmenselijke situaties van het doorreizen en het slapen op perrons. Omdat je ze dan gewoon als vluchteling in Europa kan opnemen. Ja. En tegen de mensen die hier een baan komen zoeken, ja, daar is op het ogenblik even geen ruimte voor. En die duidelijkheid moeten we dan ook durven geven aan de buitengrens. Nu heeft u ook in uw plan geschreven dat er geld moet komen, vrijkomen voor opvang in de regio. Meer geld dan dat het kabinet nu heeft gereserveerd. U zegt €500 miljard. Ja. En gisteren werd ook bekendgemaakt dat er meer dan €1 miljard zal gereserveerd of uitgegeven worden voor opvang in Nederland. Dat is best wel een hoop geld bij elkaar. Dan kom je op ongeveer €200 per gezin, Nederlands gezin. Ja, dat geld is voorlopig ook nodig. We vinden als ChristenUnie dat het ook terecht is. Een kwestie van recht doen aan mensen die voor hun leven moesten vluchten. Mm-hmm. De Syriërs, de Irakezen. En daar moeten we ook geld voor blijven uittrekken. Dat is een kwestie van beschaving, een kwestie van barmhartigheid. En dat het geld kost, dat is logisch. En dat er nu meer mensen binnenkomen gemiddeld dan voorheen, ja, dat is de situatie zoals we ze nu kennen. We vinden wel dat je ook moet kijken naar de opvang in de regio. Europa heeft nu net €3 miljard toegezegd. Dus in principe kunt u dit punt van uw lijstje afstrepen, zou ik zeggen. Ja, dat is 3 miljard richting Turkije. Ja. Je moet niet alleen naar Turkije kijken. Je moet ook kijken naar wat er in de andere omliggende landen gebeurt. En wij vinden, ik ben ook in Libanon geweest. Als je daar kijkt hoe de situatie is, dat is echt beroerd en belabberd. Mensen zitten nog steeds in tentjes midden in de sneeuw. Er komen ouderen om, er komen kinderen om. Dus daar moeten we naar een humane manier van opvangen. Zodat mensen ook niet gedwongen zijn om meteen door te reizen naar Europa. Ja. En daarnaast vind ik ook dat we speciale aandacht moeten hebben voor de christenen. De positie van christenen. Zij zijn extra onder vuur. Zowel door de bombardementen van Assad in Syrië. Maar ook door de jihadisten en ISIS. Die daar het specifiek ook op de christenen hebben gemunt. Dus wij vinden als ChristenUnie dat we daar speciale aandacht voor moeten hebben. Nu is het ook in Nederland zo dat er in ieder geval geruchten gaan dat het voor christenen in de asielzoekerscentra niet altijd makkelijk is. Mm-hmm. Het COA die zegt daarover van wij zien geen signalen dat christenen worden gediscrimineerd in de AZC's. Maar het is ook weer zo dat die reden van de incident niet wordt geregistreerd. Ja. Wat vindt u daarvan? Heeft u daar al vragen over gesteld in de Kamer? Ja, daar ben ik al 6-7 jaar mee bezig, sinds de eerste geluiden uit die AZC's kwamen. Toen hadden we dezelfde Pavlov-reactie van het COA. We herkennen de geluiden niet, ze komen niet bij ons. Toen hebben we een onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijke instantie. Die kwamen wel degelijk tot de conclusie dat er dit soort bedreigingen plaatsvindt. Maar hoe kan het dan zo zijn dat ze daar waar zit mee doen? Het verschil? De mensen melden dit niet aan het COA. Ze zijn bang voor het COA. Ze zijn bang dat hun besluitvorming zal beïnvloeden als het gaat om de acceptatie tot status en vluchteling.
Dus men meldt dit wel aan de hulpverleners, maar niet aan het COA. En dat hebben we ook bij de staatssecretaris neergelegd. Zorg nou dat je een onafhankelijke vertrouwenspersoon in die AZC's krijgt. Zodat de drempel laag is om te melden. Zodat we weten wat er aan de hand is. En wanneer gaat dat er komen, weet u dat? Ik heb dat in moties laten vastleggen. De staatssecretaris is nu met de betrokken partijen, bijvoorbeeld Stichting Gave, Vluchtelingenwerk, et cetera, in gesprek om te kijken of we zo'n onafhankelijk vertrouwenspersoon moeten gaan instellen. Dan weten we in ieder geval wat er aan de hand is. Ja. En ik heb ook tegen de staatssecretaris gezegd, het kan absoluut niet zo zijn dat mensen, christenen die vluchten vanwege hun geloof naar Nederland, vervolgens hier weer in een onveilige situatie terechtkomen. Dat moeten we. Dat mogen we niet accepteren, lijkt mij. Met alles moeten we dat bestrijden. En dat betekent dat we niet dan de slachtoffers gaan overplaatsen, maar dan moeten we meteen ingrijpen en de daders in de vreemdelingendetentie zetten. Mm-hmm. Want wij leven in een vrij land. We hebben respect voor elkaars religie. En als men dat niet bevalt, dan moet men terugkeren naar een ander land waar men het wel mee eens is. Ja. Nu zegt de ChristenUnie ook in dat 8-puntenplan weer, vluchtelingen moeten, we moeten investeren in de toekomst van vluchtelingen. We moeten hen zo snel mogelijk aan het werk zetten, zodat ze functioneren in de samenleving. Maar zou het niet veel beter zijn als al die vluchtelingen die erkend zijn als vluchteling meteen in een heel traject komen van opleiding? Dat hun diploma's omgezet worden naar Europese standaarden, dat ze de taal leren, ja, in plaats van gelijk bijvoorbeeld als schoonmaker aan het werk te gaan? Nee, wij pleiten voor beide. Hè. Proberen zo snel mogelijk te erkennen van die diploma's. Dat is soms lastig, want als je tandarts bent in Syrië, wil niet zeggen dat je hier meteen als tandarts aan de slag kan. Er zijn toch andere criteria voor. Maar we pleiten ervoor om te kijken hoe je zo snel mogelijk een gelijkschakeling of een bijscholing zou kunnen krijgen, zodat die tandarts weer aan de slag kan met zijn talenten, in plaats van dat hij nu schoonmaker moet zijn. We pleiten ervoor dat de taallessen meteen beginnen, zodat mensen zo snel mogelijk inderdaad aan de slag kunnen. Probeer ze toe te leiden vanaf dag 1 naar werk. Laat ze niet in die AZC's werkloos zitten, soms een jaar, soms anderhalf jaar. Probeer ook die AZC's zelfvoorziener te draaien met de vluchtelingen die daar aanwezig zijn. Geen pappen en nat houden. Dat willen ze zelf ook niet. Ze willen zelf ook snel mogelijk, zo snel mogelijk aan de slag. Niet hun handen ophouden. Dat zijn een van de actiepunten die wij ook in ons plan hebben. Probeer ze snel mogelijk te activeren om ze zichzelf nuttig te maken, ook in onze samenleving. Ja, maar ook die taal leren lijkt me dan van essentieel belang, toch? Ja, zodra we inzicht hebben in wie ze zijn als ze uit Syrië komen en ze hebben een goede kans om hier te kunnen blijven, ja, dan moet je ze meteen die taallessen geven. Dat willen mensen ook, zelfs al in de noodopvang, want soms kunnen ze daar ook nog weer 2-3 maanden in zitten. Ze willen zo snel mogelijk een beetje Nederlands kunnen leren spreken. En dus dat moeten we niet uitstellen totdat er een daadwerkelijke status is of een permanente status. Zo snel mogelijk hiermee aan de slag. En volgens mij heeft de staatssecretaris die boodschap ook wel begrepen van de Kamer en gaat hier ook mee aan de slag. Ja, denkt u dat de vluchtelingenstroom de komende jaren nog zal toenemen? Ja, zolang die oorlog aanhoudt in Syrië, en dat ziet er wel naar uit, en dat geldt ook voor Irak, en dat geldt trouwens ook voor Somalië, dan zal die stroom doorgaan naar Europa. Ik hoop wel dat we beter in staat zijn om de mensen in de directe omgeving van Syrië op te vangen door betere hulpverlening, betere voorzieningen, maar ook om te kijken of we de kinderen daar naar school kunnen laten gaan. Ja. Zodat de mensen die vreselijke lange reis niet af hoeven te leggen. Zodat ze in de regio kunnen wachten totdat dat land weer veilig is. Want de meeste mensen willen terug. De meeste mensen hebben daar een huis. Syrië was geen ontwikkelingsland. De meeste mensen zijn goed opgeleid. Hebben daar nog een stuk land. Dus het is ook voor mensen zelf het beste als ze zo snel mogelijk terug kunnen keren. Ja. Maar zolang zij hier zijn, moeten we ze humaan opvangen. Moeten we ze opvangen. En ja, al deze punten staan ook vermeld op de website van de ChristenUnie. Ja. Het 8-puntenplan voor opvang van vluchtelingen. Nu, u gaat volgende week naar het Midden-Oosten, begreep ik? Ja, klopt. We hebben het herfstreces en dat geeft ons de ruimte, omdat we dan geen vergadering hebben, om op werkbezoek te gaan. En ik ga ook weer naar het Midden-Oosten om de vluchtelingen daar te bezoeken. Om te kijken hoe de situatie is, wat Nederland, wat Europa nog zou kunnen doen in die strijd tegen ISIS. Ik zal ook specifiek christenen daar gaan bezoeken, christelijke dorpjes. Om te zien hoe hun situatie ervoor staat. En ook hen te laten weten dat ze niet alleen zijn. Dat de christenen voor hun bidden vanuit Nederland en Europa. En we zullen gaan kijken wat de ChristenUnie daar zou kunnen doen om hun positie ook hier weer onder de aandacht te brengen. Meneer Voordewind, bedankt voor dit gesprek. Een hele goede reis gewenst volgende week. En ja, u thuis ook dank voor het kijken. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend en tot ziens.